Drie jaar na zijn aanhouding was het vandaag zover. De rechtbank rekende af met webcam-afperser Aydin C. De Tilburger kreeg de maximale straf voor het chanteren van tientallen meisjes. Aydin C. is een doorn in het oog voor justitie. Hij blijft ontkennen dat hij tientallen minderjarige meisjes chanteert met seksvideo's. Een van die meisjes is de Canadese Amanda Todd. In september 2012 trekt ze aan de bel. Maar een maand later pleegt ze toch zelfmoord. De rechtszaak over haar dood vindt plaats in Canada, maar alle andere slachtoffers halen hun recht in Nederland. Vandaag hoort Aydin C. zijn straf. Verdachte wekt de indruk niet gehinderd te worden door zijn geweten en ook niet door geldende wetten. Verdachte wordt veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf, te weten 10 jaar en 243 dagen. Ja, de rechtbank zegt, als je ziet wat hij voor schade die heeft aangericht, dan vinden wij dat zo iemand, de maatschappij tegen zo iemand beschermd moet worden. En dat dus alleen maar de maximale straf hier passend is. Een hoger beroep is onvermijdelijk, want de verdachte gaat alleen akkoord met vrijspraak. Forse tegenvallen, dat zal u niet verbazen. En er is eigenlijk maar één reactie mogelijk van de verdediging. En dat is dat wij cliënt zullen adviseren in appel te gaan. Ja, Marielle, die maximale straf. Waarom denk je dat de rechtbank hier mee is gegaan? Nou, ik heb die uitspraak gelezen en de rechtbank, en dat doen ze eigenlijk niet zo vaak. Ze nemen ook echt in die uitspraak op dat ze het weerzinwekkende feiten vinden. Ja. En ja, het zijn ook vooral heel veel feiten. Het is van tientallen meisjes het vervaardigen van kinderporno, het verleiden van die meisjes, het oplichten van een aantal huurders, dat is een hele andere soort zaak. Het afpersen van mannen, daar is overigens het OM in een aantal gevallen niet ontvankelijk verklaard. Maar het is echt een waslijst aan feiten waarvoor hij is veroordeeld. En nou ja, je hoort de persrechter ook zeggen dat, ja, dan past er eigenlijk alleen maar een maximale straf. En normaal zou je denken, nou ja, he, kan er dan misschien niet iets van TBS plaatsvinden, maar deze man is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Dus dan is dat ook geen optie. En ja, maar er kwam nog bij eigenlijk, hè, dat hij er ook een soort van genoegen in schepte om tegen die radeloze, wanhopige meisjes dingen te zeggen van, ik ga jouw leven helemaal kapot maken en je kan er maar beter een einde aan maken. Dat soort teksten. Ja, ik heb wel iets interessants gezien en dat is dat, ook weer opnieuw, hè. Dat zijn natuurlijk zaken die steeds meer, ook in mijn praktijk, gezien worden. Maar ja, die advocaat heeft nog wel geprobeerd om deze zaak eigenlijk kapot te krijgen door aan te voeren, hè, dat de politie die informatie, wat er met die meisjes is besproken, heeft verkregen op illegale manier. Nou ja, daar heeft de rechtbank ook heel veel overwegingen aan gewijd en gezegd van, ja, daar gaan we niet in mee, want de politie mocht dat middel gebruiken. Ja. Hij had iets geïnstalleerd op zijn computer waardoor ze konden zien wat hij precies deed. En nou ja, het is inderdaad een hele forse straf. Want een paar jaar geleden, toen dit soort feiten net in opkomst waren, zag je dat de rechtbank veel lager strafte. Maar ja, dat is natuurlijk al meerdere malen nu gebeurd, ja, dat slachtoffertjes zelfmoord plegen. Wat Peter net zegt, is bij een van die meisjes is dit gruwelijke feit gelukt. En dat meisje komt uit Canada, heeft inderdaad uiteindelijk na het verspreiden van foto's door deze Aydin C. zelfmoord gepleegd. Ja, maar zij zat niet in deze zaak, toch? Nee, er is voor gekozen. En ik denk dat dat komt omdat die zaak van Todd, het meisje, ja, Todd, Amanda Todd, we zagen dat net in het filmpje. Precies, ja, dat zo'n ernstige zaak natuurlijk is. Hè. Zij heeft echt zelfmoord gepleegd. En ik denk dat Canada zoiets heeft van, nou ja, deze zaak willen we echt zelf doen. Ja. Dus dat de rest allemaal is meegegaan in de zaak in Nederland, dat vindt dan kennelijk de andere landen prima. Maar het is wel zo dat nu, als hij dit heeft uitgezeten, er een grote kans is dat hij naar Canada gaat. Want ik heb begrepen dat er de uitlevering gevraagd is. Dus dan moet hij eerst een strafje uitzitten en daarna, ja, gaat ze naar Canada en nog een keer berechten? Dan wordt hij nog een keer berecht. Het is een Nederlander. Dus in principe moet Canada de garantie geven dat hij weer teruggeleverd wordt, oh ja, aan Nederland als de straf, als de straf definitief moet is. Moet hij hem hier nog een keer uitzitten? Mag hij hem hier uitzitten. Maar dus wie weet is die 10 jaar en 243 dagen slechts het begin? Ja, als je dit zo ziet, dan, ja, in ieder geval Canada. Maar je weet natuurlijk nooit of er nog meer informatie boven komt. Dat er ook nog andere landen gaan vragen om zijn uitlevering. Heeft de moeder van Amanda Todd ook iets te laten weten? Want zij heeft de rechtszaak goed gevolgd, hè? Ja, ik heb net de reactie van haar gezien. En zij geeft aan erg opgelucht te zijn met de hoogte van de straf. En dat ze ook hoopt dat het een afschrikwekkende werking heeft. Nou ja, voor mannen, ja, of het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn die dit soort feiten plegen. Beest. Ja, en ik denk dat dit is echt waar niet.